Vandaag gaan we weer wat leuks maken, namelijk een stormwolklamp. Jezus, wat een moeilijk woord. Vandaag gaan we weer wat leuks maken, namelijk een stormwolklamp. Deze lamp ben ik meerdere keren tegengekomen op het internet en ik denk iedere keer van, dat moet ik echt zelf gaan maken. En de spullen heb ik eigenlijk al heel lang geleden in huis gemaakt, maar het kan er maar niet van om te maken. Vandaag is het zover, vandaag ga ik hem maken en dat ga ik jullie laten zien en ik ga ook uitleggen hoe ik dat heb gedaan. Wat heb je hiervoor nodig? Niet zo heel erg veel, maar je hebt wel van één ingrediënt heel erg veel nodig. Namelijk wattjes. Ik heb 6 pakken gehaald en toen waren ze op helaas, dus ik hoop dat ik genoeg heb, maar ik denk het wel. Daarnaast heb je nog lijm nodig. Ik heb in veel handleidingen gezien dat mensen een lijmpistool gebruiken. Ik heb er wel eentje, maar die is een beetje onhandig. En ik weet eigenlijk wel zeker dat het met gewoon simpele hobbylijm ook gaat lukken. En mocht het nou niet lukken, dan pakken we gewoon een lijmpistool erbij. En dan gaan we daarmee doen. En als laatste, de basis voor je lamp. Gewoon zo'n hele simpele papieren uitvouwlamp van de IKEA. Kost een paar euro. Ik moet hem nog even in elkaar zetten. Kijk zo, dat is hem al. Oké, het proces is heel erg makkelijk. Wat je namelijk gaat doen... is de watten ga je hier opplakken. En die moet je natuurlijk een beetje aan elkaar trekken en een beetje vorm geven. En dat is ook het leuke van deze lamp. Geen enkele lamp die zal hetzelfde worden. Iedere lamp is anders. Ik moet kiezen. Nee, ik moet niet eens. Oké, kijk mee. Het ding begint wel vorm te krijgen, maar wat echt een heel groot nadeel is, is dat er hele kleine stukjes watjes loskomen, dus mijn neus jeukt de hele tijd en daarom zie je me ook de hele tijd krabben. Dat is echt niet chill. Maar we zijn bijna klaar, ik moet nog één kant eventjes doen, hier aan de onderkant, moet ik nog even fixen en daarna gaan we er echt vorm in brengen. Het ziet er nou uit als een groot hangend schaap of zo, maar dat maakt niet uit, het komt helemaal goed. Oké, ons hangende schaap is klaar. Nu moet het natuurlijk een beetje op een wolk gaan lijken, het moet nog een beetje droog en mijn handen zijn helemaal vies zoals je kan zien. Ondertussen kan je wel alvast een klein beetje die watjes voorzichtig aan elkaar trekken. Iets verder, zodat het wat meer gaat leven. En als je nou nog kleine stukjes hebt die niet bedekt zijn, dan kan je die opvullen met kleine stukjes watjes natuurlijk. Zorg ervoor dat het mooi, zo mooi bedekt mogelijk is. Oké, nu gaan we even wachten totdat die droog is. Even een kwartiertje. En dan daarna gaan we aan de zijkant gaan we nog een stuk maken, zodat het echt meer vorm krijgt als een wolk. Tijd voor ronde 2. Ik heb hier nog wat watjes. Ik heb ze al wat opgebroken en zo. En die gaan we nu aan de zijkant vooral doen. Waarom aan de zijkant? Dan krijg je echt een beetje een vorm. Nogmaals, het is natuurlijk de bedoeling dat je er zelf het mooiste van maakt. Maar ja, ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk het te laten lijken op een wolk. Oké, ik vind eigenlijk dat hij wel klaar is. Ik heb hem expres een beetje oneven gemaakt. Want natuurlijk geen enkele wolk is die helemaal even is. Hij is hier wat dikker. En ik vind hem eigenlijk best wel cool zo. Je zou er nog voor kunnen kiezen wat kleine lampionnen nog aan de zijkant te doen. Hè, om hem nog, nog wat meer vorm te geven. Maar ik hou het bij één grote lampion die ik lekker heb beplakt met watten. Het moet nog een klein beetje drogen. Maar het is nu tijd om de lamp erin te hangen. Nou, dit is de lamp dus. Ziet er goed uit. Het is tijd om op te hangen. Dat gaan we niet hier doen. Dat gaan we bij mij thuis doen. De fitting voor de lamp ligt in de auto. Die heb je natuurlijk wel nodig. Je moet er een lampje kunnen draaien. Dus we gaan naar mij toe. Nou, zoals je ziet hangt de lamp. Ik ben in totaal ongeveer een uurtje mee bezig geweest. Ik heb hem even een nachtje laten drogen, want je wil niet dat die watjes er weer afvallen. Mijn moeder vindt het heel belangrijk om te weten dat er een ledlamp in hangt, want daardoor vliegt hij ook niet in de fik. Doe je het met een gloeilamp, dan kan het nog wel eens te heet worden. Dus doe het met een ledlamp. Vond jij deze video nou handig? Vond je hem leuk? Vergeet dan niet te abonneren door eventjes op die knop hieronder te drukken. Geef ook even een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter. En zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video. Gewoon handig. Dat is handig.